Zo, goedemorgen. Terwijl achter mij de ramen van het Rembrandthuis open worden gedaan. Hier, tada, goedemorgen. Ja, ga ik dus. Nou, leuk. Naar het Rembrandthuis. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Mark Bedrij en ik ben natuurvlogger. En vandaag gaan we dus naar het. Rembrandthuis, dat vind ik leuk, want we mogen weer. Gisteren waren de persconferenties, vandaag kunnen we weer open. Je ziet, we hebben er zin in. Het is nu bijna 9:30. Om 9:30 zou de eerste pers ondergaan. En ik neem u mee naar de nieuwe tijdelijke tentoonstelling die ze hebben. Rauw. Dus kijk graag mee en ga mee naar binnen. Oké, voordat we deze vlog beginnen, zoals altijd, vergeet niet mij te volgen, liken op het kanaal waarbij je kijkt. Je kan me volgen op Instagram, Facebook, YouTube, noem het maar op. Jullie weten allemaal wel, hartstikke leuk als jullie ook reacties achterlaten, want het helpt mij gewoon altijd. En dan mis je nooit elke week de nieuwe vlog die online komt. Dat. Maar vandaag ga ik dus naar Rauw. Dat is een nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het Rembrandthuis. En het, aan de hand van de ads die Rembrandt maakte. Want Rembrandt maakte blijkbaar hele. Even terug. Deze tentoonstelling. Rauw gaat over het menselijk lichaam. En waarom gaat hij over het menselijk lichaam? Omdat. Tegenwoordig. Vervormen we ons lichaam heel vaak. Veel mensen doen dat op social media door middel van Photoshop, door middel van bewerking. Laat ze niet zien hoe hun lichaam echt in elkaar zit. En kijken we heel erg bij anderen wat een soort ideaalbeeld is. Dus dachten ze bij het Rembrandthuis. Rembrandt deed dat helemaal niet. Die keek, vroeger was het wel ook zo, hè? Als je rijk was, werd je heel erg bijvoorbeeld wat dikker geschilderd, want dan had je genoeg geld om te eten en zo. Dus toen gebeurde dat ook al, dus het is echt niet alleen maar van deze tijd. Maar Rembrandt deed dat helemaal niet. Rembrandt keek juist naar de mensen van hoe ze waren. En die schilderde heel realistisch. Echt hoe je was, zo kwam je op het doek. Dus nu hebben ze aan de hand van de etsen die hij maakte van mensen, 13 hedendaagse kunstenaars uitgezocht. En die stellen nu werk tentoon over het menselijk lichaam. Dus daar ga ik nu naar kijken. Het Rembrandthuis is sowieso altijd leuk om te bezoeken. Want dit is zeg maar de ingang, het nieuwe gedeelte. Maar dit is het echte Rembrandthuis. Dus hier heeft de Rembrandt echt gewoon, terwijl nog steeds alle ramen opengaan. En je kan echt zien hoe dat was. De bovenste zolderverdieping was voor zijn student, als ik het goed heb. Ik ben volgens mij vorig jaar ook al geweest in het Rembrandthuis. Ik kom hier best wel regelmatig. Nee, dus het is echt heel leuk om hier een keer binnen te komen. Ze hebben volgens mij ook een hele kinderroute, zeg maar. Maar goed, voordat ik... hoe laat is het? Ja, nou, ik heb nog even. Nee, maar dat is heel leuk. Ik ben heel benieuwd dus welke kunstenaars ze hebben aangetrokken en welke, wat er te vertellen is. Want ja, Rembrandt blijft dan toch weer elke keer, blijft gewoon veel verhalen om te hangen. Dus ik ga naar binnen. Zo, ik ben nu binnen en ik heb net de rondleiding gehaald, de story, dus ik weet nu hoe het is. Hier loop je. Je hebt zeg maar twee delen, wacht, ik kan het wel even laten zien. Aan jullie, kijk, je hebt, van buiten liet ik het net ook al zien hoor. Kijk, hierachter heb je het oude huis en ik ben nu in dat nieuwe gedeelte, waar ook de entree beneden zit, zeg maar. Dus in principe is het zo, je loopt in het Rembrandthuis eerst echt... Het huis door, dus waar hij heeft gewoond, gewerkt, dat zie je hier. Hier ook uit het raam zie je dat, zeg maar. Hier staan ook de schildsedels. Dat ga ik jullie vandaag niet laten zien. Dat moet je vooral lekker zelf doen. Is er altijd heel leuk om te zien. Maar hier in dit nieuwe gedeelte heb je dus de tijdelijke tentoonstellingen. En nu is er dus Rauw. En Rauw omdat het gaat, wat ik al zei, over het puur laten zien van dat lichaam. En... Dat is wel belangrijk in een tijd zoals deze, want we leven in een tijd waar ook jullie het weten, jullie volgen mij op social media, daarom zijn jullie hier. We laten toch
Ook al probeer je zo echt mogelijk te zijn, je laat altijd een soort geframede versie zien van jezelf, van je lichaam. Je verbergt toch soms dingen die je niet wil laten zien. Weet je, zelfs ik, die toch al vaak gewoon over lichaam praat, zoals dit, hup, dit is zo. Toch zijn er misschien toch plekjes die ik denk, nou, dit even net niet vandaag zo. En dat kan per dag anders zijn, hè. Nou, begin deze tentoonstelling hier en ik zal echt niet alle werken uitleggen, want dan duurt de vlog weer veel te lang. En goed, ik hoop dat jullie kunnen zien, want het is een beetje donker, maar dat komt natuurlijk ook door het werken. Hier beginnen we met een aantal 10, volgens mij. 10 etsen gemaakt door Rembrandt. Dus echt kleine tekeningetjes voor, ik weet niet of dit voorstudies zijn. Etsen van, van Rembrandt. Zoals hij de mensen zag, zeg maar. Waaronder ook zichzelf. Dus hier in het midden boven zien we een zelfportret. Waar hij ook echt zichzelf gefrustreerd heeft geportretteerd. Met de rimpels. Dus niet al helemaal mooi strak gefotoshopt. Nee, gewoon zoals hij was. Hieronder ook is een werk van een dame te zien. Die gewoon ja, op een, ergens op zit. Met een beetje een uitgezakte buik. Je ziet de rimpels bij haar knieën zitten. Dus het is... terwijl het in die tijd best wel normaal was ook om jezelf te laten opsmukken. Ik zal het zo meteen bij mijn werk beneden nog even uitlichten. Maar voor de vrouwen, vooral de rijke vrouwen, was het heel normaal om jezelf heel wit. Want hoe witter, des te rijker je was. En dat was echt dat schoonste ideaal. Maar helemaal perfect zo te laten schilderen. En dat, ja, dat deed Rembrandt eigenlijk niet. En zo... Hij probeerde eigenlijk gewoon dingen te schilderen zoals hij ze zag. En ook ja, dit bijvoorbeeld hier, en het is een heel klein werkje, dus jullie moeten vooral lekker zelf kijken. Is eigenlijk, je ziet een man in bed en een vrouw ernaast die de borst geeft aan een kind. En dan denk je, nou, lekker een huizige situatie, hè. Verder niks meer aan de hand. Maar dit is dus eigenlijk de Jezus, Maria, weet je, de heilige familie. Maar gewoon. Dus hij probeerde het ook menselijk te maken. En ook... Ja, hier, ik hoorde net, dit zijn de publiekslievelingetjes. Een plassende vrouw en een plassende man. Gewoon, ja, zoals we allemaal zouden plassen. Dus het is heel menselijk maken van dat lichaam. En heel erg dat ideaalbeeld weghalen van wat het is, zeg maar. Nou, dat. En er hangen hier, hangen hier werken, verdeeld over 2... verdiepingen ook, dus boven waar ik nu ben en beneden van 13 kunstenaars, hedendaagse kunstenaars, dus ze zijn er nog. En een van de andere werken die ik wel interessant vond is hier. Je hebt hier van Melanie Bonaio en dit werk is een video die ze ooit heeft geüpload op YouTube, maar dat mocht niet. Die is weer offline gehad, nou, daar was zij boos over en het is een video van 500 vrouwen die plassen in de openbare gelegenheid. Dus we zien vrouwen die hurken tussen bomen, bosjes, gras, tussen auto's. We kennen allemaal het verhaal van een vrouw in een jumpsuit die dus denkt, shit, nou, dan moet alles uit. En ik vond het laat heel mooi zien het verschil wat er nog steeds is momenteel tussen mannen en vrouwen. Want mannen hebben het... Alsnog, ook dus met plassen, veel makkelijker. Je doet je broek, je gulp open, je kan. Terwijl vrouwen moeten zich dus in veel meer bochten wringen om te plassen. Dus zelfs met dit zie je nog dat, ja, zie je weer dat er zo'n verschil is in de maatschappij tussen mannen en vrouwen. En daar vind ik dit een hele mooie video die dat laat zien. Maar ook dat het menselijk lichaam, dat ideaalbeeld, er zijn ook gewoon nog functies voor een lichaam. En hele oerfuncties die we allemaal hebben. Ik moet een beetje lachen. Dit is echt een hele leuke video, ik zeg wel. Er zit echt, want het is een hele komische video, maar ook, ja, het komt heel, het is natuurlijk heel persoonlijk, maar ja, je ziet hier bijvoorbeeld ook, er zit iemand te plassen tussen ouders met 2 vrienden die ervoor staan dat kunnen we niet kijken. Dus dat is heel, heel leuk om te zien. Dus dat is een van de werken die ik sowieso aanraad om hier te komen kijken. Ik neem jullie even mee naar een andere video. En als ik het heb over verschillen van lichaam tussen mannen en vrouwen, wil ik ook een ander verschil even aanduiden in deze video. Er is namelijk dit kunstwerk. Deze stoel, daar mag je ook gewoon op zitten.
Ik vraag me af hoeveel mensen dat gaan doen, want ik weet, mensen denken, ook al staat er gewoon op de grond, je mag erop zitten, toch vinden mensen dat altijd lastig dan. Maar over het verschil tussen die man en vrouw, je hebt dan ook het verschil tussen mensen, hoe ze kunst beleven. En deze kunstenaar, Shannon Finnegan, die heeft deze stoel gemaakt. Dus je denkt, ja, wat heeft dat nou met het lichaam te maken? Nou, voor heel veel mensen is in het museum rondlopen, die indrukken ontvangen, is best wel vermoeiend. Ook als je al wat meer last hebt van je fysiek, kan het heel vermoeiend zijn. En sommige musea hebben helemaal niet rustmogelijkheden. Sommige musea wel, dan kan je een klapstoeltje meenemen of zijn er gewoon plekken waar je even rust kan nemen. Mentaal of fysiek, maar zijn ze iets van, waar zijn die stoelen, waar zijn die rustplekken? Want we moeten ook rekening houden met de mensen die dat dus lastig vinden. Dus het is heel goed dat deze stoel, dat dit kunstwerk hier staat. En dat laat ook weer zien over dat lichaam. Eigenlijk ga je dus weer vanuit het ideaalbeeld uit dat iedereen fysiek helemaal alles kan, zeg maar. Dus dat is, was weer bij mij dat ik dit net verteld kreeg. Dat ik dacht, ah, goed over nagedacht. En ja, ik sta hier dus nu. Je ziet het al de hele tijd achter me. Of niet. Dit is ook een werk. Een werk van Alix Marie. En ze heeft een heel klein stukje huid. Dus nou, ik zal mijn hand even een soort van ervoor halen. Maar die heeft ze zo erg uitgezoomd om te laten zien. Om eigenlijk gewoon even te roepen. We hebben ook imperfecties, weet je. We hebben ook. We hebben allemaal eens een plekje of een dingetje. En dat is eigenlijk het, nou, niet per se het doel. Maar dat zou je uit deze tentoonstelling kunnen halen. Dit is het menselijk lichaam. Niet alleen maar alles wat je op social media, wat je in de media, gewone media ook ziet. Een soort perfect beeld. En dit haalt zo de druk af van jezelf of je eigen lichaam. Of dat kan. Dat kan je uit deze tentoonstelling halen. Want er is gewoon, perfect is eigenlijk een woord. Het is een woord, maar verder het betekent eigenlijk niks. Want wat is perfect? Perfect is eigenlijk wat je er zelf van maakt. En dat is een beetje wat je uit deze tentoonstelling kan halen. Ik kijk nu ook naar twee werken trouwens eigenlijk. Terwijl, fotografie van heel dichtbij. Iemand heeft zijn ouders heel dichtbij gefotografeerd. En een fotografie-serie van drie vrouwen die net zijn bevallen. Geen vies, ja, ik vind het dan sowieso niet vies. Maar gewoon vrouwen die echt staan met hun net geboren baby. Ja, heel intiem. Heel intiem. En het menselijk lichaam is natuurlijk ook heel intiem. Dus dat is heel mooi. Verder hoor je op de achtergrond nog een andere video. Ik nodig vooral uit om hier te komen kijken. Maar dat is deze video. En neem jullie even mee naar beneden.
inmiddels ben ik eigenlijk op de benedenverdieping. Dat is de eerste verdieping boven de ingang. En daar gaat de tentoonstelling verder. En ook hier staan weer een aantal werken. Die heel indrukwekkend zijn. De eerste, ik zal het maar meteen vertellen, die zal meteen je aandacht vragen. Want je ziet het, het is echt. Nou, ik neem bijna de helft van de ruimte. Nee, in de breedte sowieso de hele ruimte in zich. En het is een werk van Jeroen Schokking. Die is een aantal jaar geleden van de HKU, was het, geloof ik, afgestudeerd in Utrecht. En die heeft dus een aantal sculpturen van zijn eigen lichaam gemaakt van kaarsvet, kaarswax. En hij is ermee begonnen op school, omdat hij had niet zoveel geld, zoals de meeste kunstenaars hebben op school. En wilde werken met wat hij tot zijn beschikking had. Dus dat was zijn eigen lichaam en dan het kaarsvet. Daar is hij mee doorgegaan. Daar is nu dit enorme installatie uit de voet gekomen, zeg maar. Kaarsvet is natuurlijk heel broos. Dus dat brokkelt af, dat breekt af. En daar zag hij eigenlijk een beetje zichzelf in. Dat vertelde net. En dus hij zag zichzelf en dacht, ja, mijn lichaam gaat ook afbrokkelen. Dus dat vond hij eigenlijk wel mooi. Dus hij heeft deze enorme sculptuur. Het is heel imposant als je hier binnenkomt. De belichting ervan werkt ook echt heel goed. Je ziet gewoon heel goed een lichaam, zeg maar. En een onderwerp wat mij ook heel interessant, wat ik interessant vond, is hier. Dit is een werk van Verena Blok. En dat is hier in het kastje, tafeltje. Hier liggen allemaal Polaroids. Tada. En daar liggen Polaroids van Poolse mannen. En zij is zelf half Pools, half Nederlands. En wat zij vindt is dat Oost-Europese mannen worden heel vaak gegeneraliseerd als die moeten krachtig zijn, die moeten stoer zijn. En dat beeld hangt ook bij hunzelf. Dus er is een soort geïnternaliseerde gevoel van ik moet stoer zijn. Er is maar één manier om man te zijn. En dat wil zij veranderen door dus Polaroids te maken van Poolse mannen die zij kent, wanneer ze slapen of net wakker worden. Waardoor ze net dat moment vangen dat ze kwetsbaar zijn en ze dus heel zacht zien. Om te laten zien, Poolse mannen kunnen ook echt heel zacht zijn, heel zacht. Dus dat wil ze laten zien, dus dat is best wel een mooie serie en een mooi onderwerp. En ik denk dat dat heel erg toont, deze tentoonstelling. Dus er zitten heel veel mooie, prachtige verhalen. En ik denk als je al die verhalen hier komt kijken, gaat lezen, hè, want je hebt natuurlijk gewoon, ik vertel het nu heel kort, dat weten jullie inmiddels wel. Maar dit is een fotoserie. Ja, dus dan kan je naar je. Ik denk dat je anders naar je lichaam gaat kijken. Ik probeer het natuurlijk heel vaak wat te prediken, hè, op mijn Instagram, op privé, zeg maar van. Je lichaam is gewoon je lichaam. Er is geen perfect deel, er is geen ding. En ook hier, Milan Gies heeft een foto gemaakt met thuisloze mannen. En die zijn soms verslaafd of ziek. En hij nodigt zich uit in zijn studio om een soort fitserie dan in dit geval te maken van, hè, hoe ziet zo'n lichaam eruit? Heel zacht, heel vertederend, maar zoveel persoonlijkheid. En hier ook Melanie Bonaio die een serie maakt. Elke keer als wanneer ze ging huilen, maakt niet uit wanneer het was, om dat een beetje uit de schaduw te trekken. En dat komt weer terug op het werk boven, weet je, met dat plassen. Een lichaam huilt, een lichaam plast, een lichaam is gewoon functioneel. En we moeten voor alles wat ons lichaam doet, moeten we dankbaar zijn. Want je vergeet soms dat dat is. En kijk, hier zie je kleine polaroids omdat ze mannen heel lief en heel kwetsbaar wil laten zien. Hier worden door een andere kunstenaar heel metersgroot vrouwen juist heel krachtig neergezet, vind ik. En heel, heel groot. Kijk, we zijn hier. Dus, hoorde ik net ook meer vrouwen dan mannen in deze tentoonstelling, zo gezegd. Die kunstenaars die dit verhaal vertellen. Dus er is heel erg kijken wie vertelt welk verhaal. En juist ook. Dus boven met het plassen is nog een ander werk waarbij het vrouwelijk lichaam heel erg wordt gedeseksualiseerd. Want we denken natuurlijk heel vaak in de media en in de storytelling, hedendaags is het naakt, vrouwelijk naakt, seksualisering. Terwijl dat hoeft natuurlijk helemaal niet, dat wordt hier juist iets andersom gedaan. Hier staat trouwens ook weer zo'n bank van, hè, wat staat er op deze? Ik zal even kijken.
This exhibition has asked me to stand for too long. Sit if you agree. En dat is interessant omdat ze, bijvoorbeeld het Rembrandthuis is, kijk hier hebben ze nu dat bankje en hier kun je gewoon zitten nu, dat mag ook gewoon. Maar het is een soort spiegel van deze kunstenaar naar het Rembrandthuis zelf. Want in dat oude huis, echt het Rembrandthuis waarvan ik net zei, ga dat daar een keer bezoeken. Dat is natuurlijk, komt uit 1600, dus ze kunnen daar moeilijk een lift installeren. Maar dat betekent ook dat het voor sommige mensen niet toegankelijk is. Dus het is even zo'n van, oké, laten we ons bewust van zijn dat. Dit is dus echt een prachtige tentoonstelling. Als je houdt, nee, houdt, dat is niet het goede woord wat ik zocht. Als je geïnteresseerd bent in het lichaam, je misschien daar nu mee bezig bent, van hoe hou ik wat onzekerheden weg en je wil wat meer verhalen daarbij, kom naar het Rembrandthuis. Kom je nu bij de tentoonstelling Rauw helemaal, zit je op een goede plek. Het Rembrandthuis zelf, het oude huis van Rembrandt, is altijd... Ik kom er al sinds ik met de school kom, dus dat verhaal blijft leuk. Echt, meen ik serieus. Elke keer daar doorheen loop, denk ik, oh, hier woont Rembrandt. Hier. Dus dat vind ik, dat blijft gewoon leuk. Dus dat heb je gewoon er nog bij. En de musea zijn weer open. Dus ik zou zeggen, kom gewoon gezellig langs. En hou dit kanaal in de gaten voor de vlog volgende week. En dan zie ik jullie weer bij de volgende meetup. Bedankt voor het kijken.